Kun je ons iets vertellen over hoe cultuur ontstaat in het bedrijf? De vraag naar het ontstaan van cultuur is eigenlijk de vraag naar het begin van het heelal. Want hoe het ook bent of keert, cultuur zal altijd ontstaan. Zodra je een groep mensen met een bepaalde wederkerigheid bij elkaar laat komen, zullen ze ongeschreven regeltjes, gewoontes, rites, gebruiken, taal met elkaar ontwikkelen. Zullen ze bijvoorbeeld op dezelfde plek gaan zitten? Zullen ze elkaar op een bepaalde manier begroeten of juist niet? Ontstaan er gewoon omgangsregels. Dus ieder bedrijf heeft daarmee ook een bedrijfscultuur. Ook als je die niet managt, ook als je die niet omschreven hebt, die is er gewoon. En die bedrijfscultuur zal dus ook anders zijn dan die van andere bedrijven. De definitie van cultuur is misschien wel eigenlijk gewoon een verzamelbak van een heleboel losse dingen. Dat is van de taal die gebruikt wordt. Dat is van de gewoontes die men heeft. De mythes die er zijn. De helden, de sages. Het honk, of dat pand waarin je bivakkeert. Hoe je omgaat met tegenslag, hoe je successen viert. Hoe je omgaat met persoonlijk leed, met vertrek, met afscheid. Met dat het weekend is of dat de week weer begint. Hoe je omgaat met beoordelen. Letterlijk, alle ongeschreven regeltjes van zo'n groep mensen is allemaal cultuur. En zal zich op een bepaalde manier gaan ontwikkelen ook door de tijd heen. Naarmate die organisatie gaat groeien of de groep groter wordt, zul je zien dat die cultuur ook gaat bewegen, gaat glijden. Op een bepaald moment ga je ook voelen bij zo'n groep mensen dat ze zelf behoefte hebben of krijgen om die cultuur te vatten. Dus dan krijg je bijvoorbeeld taalgebruik als nou, hij of zij is een echte coolbloer. Nou, en daarmee wordt dan ook impliciet verondersteld dat iedereen in de kamer weet wat een echte coolbloer is. Nou, gewoon, je weet wel, zo'n echte coolbloer. En datzelfde heb je misschien ook bij voetbalclubs, een echte Feyenoorder. Ja, wat is dat dan, een echte Feyenoorder versus een echte Ajaxiet? Nou, mensen die gevoel hebben bij voetbal zullen daar misschien best wel een antwoord op kunnen geven. Maar het is niet iets wat per se vaststaat ergens. Nou, precies toen die dynamiek, dat kwam bij ons denk ik zo rond ergens tussen een mannetje of 50, 80 groot werd, kwam er echt een roep in de organisatie om dit te vatten. Tenminste ook dat je op een bepaald moment ook gewoon behoefte hebt om echte coolbloers aan te nemen. En dan is het ook wel prettig als andere mensen dan jezelf daar iets over kunnen vinden bij bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. Wat we toen zijn gaan doen, is eigenlijk zo goed mogelijk proberen te vatten wat de cultuur van Coolblue is. En dat vatten, dat doe je met taal, dat doe je op papier. Dat is uiteindelijk ook gewoon een groepsproces. En die taligheid zit daarin niet zozeer in een groot verhaal, maar juist die waarden, die woorden vinden die zo goed mogelijk de cultuur beschrijven die ons uniek maakt. En dat is gek genoeg wel een groepsproces, maar uiteindelijk denk ik ook niet een democratisch proces. Oftewel, de een in de ruimte zou een hartstondig betoog kunnen houden dat dit volgens hem of haar de cultuur is. Terwijl iemand anders zegt van ja, mijn take van de cultuur is toch net eentje die er net iets naast is. Ik denk uiteindelijk moet je er toch gewoon een klap op geven. Ik denk dat dat ook de rol is van, typisch ook een rol van founders of in ieder geval van senior management. Om daar gewoon, oké, weet je, dan is dit onze cultuur. Dat schrijven we dan als zodanig op. En als je die woorden dan hebt opgeschreven, is het denk ik ook verstandig om daar een verhaaltje bij te schrijven. Een manifest. Oftewel waarom de woorden die je gekozen hebt, die woorden zijn die daadwerkelijk jouw cultuur beschrijven. Omdat wat ik versta onder, dat weet ik veel, flexibel of ambitieus, hoeft helemaal niet te zijn wat jij verstaat onder ambitieus. Dus het woord schrijf je eerst op en daarna maak je een soort manifesto over waarom die woorden de woorden zijn die jou goed beschrijven. En als je die twee dingen dus hebt, dus je hebt je cultuurwaarden en je hebt je manifesto, dan heb je echt iets magisch gebouwd. Want wat je eigenlijk hebt gedaan is niet één besluit genomen, maar misschien wel tientallen, honderden, duizenden, tienduizenden. Waarom nou? Dit is namelijk een handvat geworden voor iedereen om iets echt Coolblue te maken of iets echt voor jouw cultuur te maken. Dus dan kun je ook kijken naar hoe wij het jaarlijkse bedrijfsfeest organiseren. Dat is nou typisch of juist helemaal niet hoe we dat doen bij Coolblue. Of
dat sollicitatiegesprek met die ene kandidaat, vind je hem haar wel of niet passen bij de cultuur van je bedrijf? Of dat nieuwe pand, of die nieuwe reclamecampagne, of die nieuwe productline-up, of deze interne mail, of dit beoordelingssysteem, of deze manier van denken, of deze woorden die we gebruiken, kunnen dan in één keer voor iedereen toetsbaar gematcht worden ten opzichte van het cultuurhandboek. Dus je neemt niet één besluit, nee, je neemt op magische wijze miljoenen besluiten. Je weet alleen niet welke besluit je allemaal neemt. Het leuke ook is dat je zult zien dat ermee een heleboel kwartjes op een plek vallen. Zo heel veel dingen kun je denken, ja, zo, oh ja, dat is natuurlijk ook de reden waarom we dat op deze manier doen. Want dat is daarmee ook echt typisch Coolblue. Maar je gaat ook zwarte vlekken vinden. Je gaat er, wacht eens even, ja, dat klopt ook. Dit is helemaal niet Coolblue. Ik zal een mooi voorbeeld geven. Bij een van de kernwaarden van Coolblue is gewoon verwonderen. Ze willen met eigenlijk zo gewoon mogelijke dingen een verwondering te werkstelligen bij de klant. Nou, gewoon is vaak niet zo moeilijk, maar gewoon verwonderen, dat is heel lastig. Want een van de dingen die we voor tegenkwamen is dat we hadden salarisstroken. Salarisstrook, ja nou, weet je, saaier dan een salarisstrook kun je het eigenlijk niet maken in het leven. Nou, maar het is tegelijkertijd wel een van de heel bepalend communicatiemomentje tussen werkgever en werknemer. Dat is toch ja, wat je er iedere maand voor krijgt. Dus waarom zou je dat niet gewoon verwonderen? Waarom kan je niet een leuke salarisstrook maken? Of een arbeidscontract, dat misschien wel de meest tastbare verbinding is tussen een werknemer en een werkgever. Waarom zou je dat nu niet gewoon verwonderend willen maken? En als je ooit de kans hebt om een arbeidscontract van Coolblue te lezen, ik weet zeker, je zult meerdere keren moeten gniffelen als je het leest. Dus op al dit soort gebieden kun je in één keer dingen vinden in de dynamiek onderling die ook nog eens congruent met je eigen cultuur kunt maken. En dat is ontzettend leuk ook om te doen. En daarmee gaat het ook leven in de organisatie. Dan ziet iedereen ook veel voorbeelden ervan. En kan iedereen er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Dus het maakt het bedrijf ook letterlijk veel schaalbaarder. Wat levert het vastleggen van zo'n cultuur nou op? Ik denk dat je daarmee terug moet gaan. Wat zou er gebeuren op het moment dat je het niet doet? Wat gebeurt er als je het niet doet? Nou, we hebben al eerder vastgesteld, cultuur ontstaat. Weet je, het zal er zo zijn. Alleen het lelijke is op een bepaald moment dat als je organisatie gaat groeien en je gaat niet je cultuur managen, zul je allerlei subcultuurtjes gaan krijgen. En omdat het cultuurtjes zijn, zijn cultuurtjes, zeker subcultuurtjes van elkaar, zijn per definitie niet heel makkelijk om op elkaar aan te laten sluiten. En dat betekent dat je strijd krijgt, stammenstrijd, bloedgroepenstrijd, noem het maar op. En dat is allemaal frictie. En dat is ook nog eens frictie die heel moeilijk te managen is, want hij is niet transparant. Dus nee, ja, dat is een eentje van finance. En die doen altijd heel erg moeilijk. Weet je, dat soort dingen. Dus uiteindelijk wil je dat mensen zich onderdeel voelen van één groter geheel. Gaat dat helemaal lukken? Nee, zeker niet als je organisatie over verschillende kantoren verspreid is of over verschillende werkzaamheden moet uitoefenen, waardoor er andere mensen met andere achtergronden er zitten, weet je. Software development achtergrond versus een logistiek achtergrond zijn natuurlijk andere type mensen. Tegelijkertijd, door het op te schrijven en het overal uit te dragen en overal consistent te laten zijn, kun je het wel degelijk zo homogeen mogelijk houden binnen zo'n bedrijf. En dat is maakt het bedrijf gewoon heel veel schaalbaarder en managebaarder. En ook denk ik ook heel veel leuker. Want het is namelijk ook iets waardoor mensen zichzelf erbij kunnen selecteren. Het werkt aan twee kanten. Je zult zien dat als je een goede, uitgewerkte, uitgekristalliseerde cultuur hebt, zul je zien dat die mensen die heel goed bij de cultuur passen, zullen zich daar als een vis in het water voelen, zullen zich heel graag daarbij willen blijven. Dus die gaan niet weg. Mensen die niet bij passen, die zullen het vervelend vinden, die voelen zich daar niet thuis, dus die gaan wel weg. Maar tegelijkertijd ook mensen in de arbeidsmarkt die dat zien. Hey, dit past bij mij. Weet je, dit spreekt mij aan. Hier wil ik me toe verhouden. Hier wil ik voorwerken, bijwerken. Dan wil ik solliciteren. En daardoor krijg ik een soort self-fulfilling prophecy. Dat er ook uiteindelijk die mensen bij elkaar brengt. Die ook op die manier met elkaar om willen gaan. Dus dat is echt goud. Dus wat levert het op? Dat is gewoon heel simpel een heel goed bedrijf.